Ja, ik wilde heel graag een boek schrijven, maar was voor mezelf eigenlijk een soort van bescheiden om daar echt mee naar buiten te komen. Ik dacht, ja, wie zit daar nou op te wachten? Een boek over scheiden of niet. Er zijn er al zoveel van. Maar op het moment dat ik met Bianca in gesprek kwam, bleek eigenlijk dat zij zei van ja, maar als jij dat op gaat schrijven, zul je daar heel veel mensen mee kunnen gaan helpen. In die zin was het voor mij eigenlijk op dat moment de juiste woorden die ik nodig had om mij net dat zetje te geven, of dat kontje te geven, om ook daadwerkelijk dat boek te gaan schrijven. En daarnaast is ze gewoon een heel lief, empathisch persoon die je eigenlijk ja, een stukje mee aan de hand neemt om te zorgen dat je ook daadwerkelijk dat boek gaat schrijven. Want het is een heel kwetsbaar proces. En zij weet dat als geen ander eigenlijk te kunnen begeleiden op een hele integere en respectvolle manier. Waardoor je iedere keer weer, op het moment dat je zelf even twijfelt van oh, moet ik het wel doorzetten? Wie ben ik om dit te gaan doen? Weet zij altijd aan te geven met argumenten waarom dat echt wel zo is. En dat vond ik heel fijn. En uiteindelijk ben ik zo blij dat ik dat met haar ben aangegaan. Want ik heb nu een prachtig boek liggen. Eigenlijk ja, een droom van een boek. En ja, daar zal ik nog heel veel mooie dingen mee kunnen gaan doen. Dus voor mij is het boek eigenlijk zo mijn levenswerk. Zo voel ik het eigenlijk. Dat ik hoop dat ook heel veel andere mensen daardoor geïnspireerd raken. En ook voor hun eigen situatie gaan beseffen van wat kan ik hieruit meenemen. En hoe kan ik het toepassen in mijn eigen leven. Dat zou ik heel mooi vinden. Nou, Bianca is een hele lieve, empathische vrouw die heel doelgericht met ook je business voor ogen, dus wat wil je ermee bereiken in je bedrijf, het boek jou eigenlijk de weg laat wijzen naar een volgende stap in jouw bedrijf. Want meestal draai je hem om van je wil je boek voor je bedrijf laten werken, maar eigenlijk heb ik het ervaren als het heeft mij naar een soort van transformatie geloodst aan haar hand, doordat zij de juiste vragen weet te stellen van wat wil je ermee bereiken, wat betekent het voor jou, ja, waar wil je naartoe met je bedrijf. Ja, daar helpt het boek me nu ook heel erg bij en dat is het eigenlijk bijna de magie van werken met Bianca, dat zij je een deel van jezelf laat ontdekken waar je eigenlijk geen weet van hebt en waar je zo blij, waar ik zo blij mee ben dat ik dat heb mogen ervaren, dat ik iedereen dezelfde ervaring gun door met haar samen te werken.